Als ik je nu vraag, ben je gelovig, wat zeg je dan? Ik denk niet dat ik gelovig ben. Je mag gewoon zeggen. Ja, ik vind dat ook zo jammer. Ja, ja? Ja, als premier zei dat toch mooie dingen over. En ik dacht, ja, dat die zei, ik ben van 51% gelovig en van 49% zei niet. Dat, ja. Hij zei er ook iets over dat er wel iets groter, dat er een groter verhaal is wat ons bindt. Ja. Ja, dat snap ik wel. Je wil uiteindelijk toch dat je leven, ja, dat het een boek is en dat het samen een verhaal is. En dat het niet allemaal, ja, losse flodders zijn of losse pagina's. Dat het, ja, daar... dat er een zin is of een bestemming of bedoel je zoiets? Nou, weet je wat ik ook wel denk? Waarom geloof natuurlijk heel belangrijk is of kan zijn. Als dingen zo hebben moeten zijn, kun je de schuld een klein beetje. Dat, ja, dat je niet voor al je eigen fouten. Je kunt natuurlijk, als je de fouten maakt, dat kan je hele leven kan dat veranderen. Ja. Volgens mij is het moeilijk te aanvaarden dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles. Het is natuurlijk plezierig als het een klein beetje voorbestemd is. Of dat je niet weet waar het naartoe gaat en dat je denkt, nou, het zal wel goed komen. Dat je dat vertrouwen ontleent aan het idee van, ja, maar er is iets van voorbestemd zijn. Dus het zal wel een bedoeling hebben.